Yo, wat's up mensen van de Rollematies, ik ben Daniel en we zijn hier weer met een nieuwe Kingdom Diablo video. Vandaag moeten we maar even zien wat we gaan doen. Ik heb in ieder geval mijn wand en ik ga gewoon vliegen. Boah, nou, eens even zien. Jeroen en ik waren bezig met een hele grote Friese vlag hier. We kunnen ermee verder. Ja, ik maak er wel iets leuks van. Oké, ja, dan ben ik wel een Fries. Moet wel even gaan spieken. Oké, dan komt er precies in het midden één en dan nog twee aan de zijkant. Oké. Ik maak er wel iets leuks van. A few moments later. Oh, ik ben benieuwd jongens. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1. Prachtig, machtig, wat mooi om. Bliksem, bierbij. Nou, ik zie geen verschil hoor. Moest eens even zien. Wat een prachtig. Paw. Even een screenshotje maken. En dan kunnen we weer door met leven. Hoe gaat het met onze cactusfarm? Dit is nog allemaal voor Jeroen. Oké, dit is van Jeroen, dit is van mij. Verkopen maar. Hey jongens, we moeten wat meer ideeën hebben voor de kingdom. Even een mooi overzicht van mijn land, Diablo. Prachtig jongens, wat ben ik hier toch trots op. We hebben flink wat bereikt hoor. Ik bedoel, zo'n groot kasteel, we hebben hieronder nog iets. We hebben daar een huis, een brug, standbeeld, meer huizen, hele cactusfarm. Met twee van die dingen daarnaast. Natuurlijk onze mooie Friese vlag. Dan twee huizen daarachter. Ja, ik ben er blij mee. Alleen, ik vind nu, wij hebben hier aan deze kant heel veel gebouwd. Want verderop staat ook nog een kasteel. Alleen, moet je eens kijken naar die zijkanten. Daar is niks, hier is niks, achter is helemaal niks. Dus wat nou als ik dat er nog een beetje opvrolijk. Bijvoorbeeld net zo wat we hier hebben gedaan. Gewoon zo heel pad met allemaal van die leaves hier zo. Nou, dan kunnen we dit misschien... dan kunnen we water maken. Of we kunnen iets anders leuks mee doen, kan ook. Dan zelf hierachter en daar aan de zijkant. Ja, dat lijkt me wel een leuk idee. Laten we dan eerst maar eens even de bijbehorende spullen erbij pakken. Iemand wil naar mij tp'en, dat ga ik niet accepten. Ik ben niet gek. Want ja, mensen gaan heel vaak tp'en. En dan gaan ze je killen ofzo. Nou, dat wil ik niet. Oké, dit gaat dan wel een tijdje duren. Hey, nieuw plan. Uitbreiden. Oh, dan moet ik even zien hoe ver ik moet. Dit is zeg maar het midden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat is lekker makkelijk. Oh mijn god. Dit gaat inderdaad wel even duren. Maar leg ik hier in ieder geval alvast even een layout neer. Zo, layout ligt. Kleuren nog even een hekje omheen. A few moments later. Maar ik ben vandaag weer naar school geweest. En we hadden dit keer iets van een gezamenlijke lunch of zo. Was wel leuk en gezellig op zich. Nu zien we, we veranderen meteen dit steen even in aarde. Anders ziet het er zo lelijk uit. Wacht eens even. Oh ja, ik doe het wel goed. Laat maar. En nu moeten we nog één dingetje doen. Eigenlijk meer, maar... Nu heb ik wat last van lag spikes. Dit fix ik ooit wel weer eens. Doe we eerst even tijdelijk zo. Nou, zo. Eerst maar even. Verdomme, wat is het met de lag spikes? Is mijn verbinding zo slecht dan? Nee.
is gewoon goed. What the fuck? Godverdomme. Ja. Ja. Kan niet aan mij liggen, want mijn computer heeft ze net al 2 keer gescand. Dus volgens mij is de sleutel of zo. Oh, het lijkt erop dat, dat we een nieuwe spawn hebben. Dat is wel nice. Even zien hoor. / KD Home. Even kijken bij onze Are you fucking serious? Oh my fucking god. Jongens, de hele kingdom is weg. De hele fucking kingdom is weg, oh mijn god. Oké, ik wist dat ze dingen zouden aanpassen aan de server, maar dat ze de hele map zouden veranderen. Oh my fucking god. Nou ja, ik heb een voorstel. Ik wil van jullie weten of we een nieuwe kingdom moeten starten. Want ja, Diablo is nu dood. Om zo maar te zeggen. We kunnen dus een nieuwe kingdom aanmaken. Een nieuwe Diablo. Of we kunnen inderdaad gewoon zeggen van... Nou, het is klaar. En we gaan iets anders doen. Dan gaan we nu maar minigames spelen. En we gaan Anchor spelen. Deze gast is een YouTuber. Oh mijn god. Tomorrow3 YouTube. What the fuck? Hij heeft een kanaal van 1,200. Ongeveer. Hallo. Hij zegt niet veel. Maar hij doet vooral Anchors en dat soort dingen zo te zien. Ik ken hem verder niet. Oh, het is een Spanjaard of zo, joh. Maar anyway, ik zit dus met Cor in een Modded Survival van Lord of the Rings achter iets. Wel leuk. En eventueel kunnen jullie de server ook joinen. Even zien, ik maak er binnenkort anders wel een video van. Waarbij ik ook wat gameplay laat zien natuurlijk. Maar ik zeg alvast even, de mensen die de server gaan joinen. En die dat van, zeg maar, van mij hebben. Als jullie dan zeg maar iets uitspoken, is het mijn verantwoordelijkheid. Dus spook geen rare dingen uit. Ja. En weet je wat, we gaan gewoon Skywars doen. Maar ik bedoel, als jullie iets anders willen zien dan alleen maar Minecraft. Laat maar weten in de reacties. Ik heb wel een paar spelletjes. Kan bijvoorbeeld... Ik speel de laatste tijd ook weer een beetje RuneScape, dus ik kan bijvoorbeeld RuneScape spelen of CSGO misschien. Ik heb wel wat lag daarbij, maar het kan wel. De Sims speel ik ook, als ik, ik weet niet, als ik de Sims moet spelen, kunnen jullie het me ook laten weten. Ook al is de Sims een beetje dood, maar... En zo heb ik dan wel andere spellen inderdaad. Bijvoorbeeld andere dingen van Minecraft. Dus die server van Cor. Of ik kan weer een nieuwe kingdom starten. Of ik kan wat meer minigames gaan doen. Of bijvoorbeeld Red. Nee, Red Alert gaat hem niet meer worden. Want ten eerste, ik ben helemaal niet goed in het spel. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel een leuk spel. Maar ja, online. Hè? Kan ik niet. Nou ja, ik kan wel online, maar ik ben een noob. Ja, en ja, laat maar weten, jongens. Let's go. Kom op, we moeten even een potje winnen, jongens. Kom op, let's go. Chest, chest. IJzer. Ben ik dan gewoon zo'n noob? Hebben we nog spullen, jongens?
Do we have some stuff? Hey, deze is beter. Mooi. Oh. Zwaardje. Scherpte 2. Scherpte 2. Ja, ah, maakt niet uit. Oh, hier zit ook nog loot natuurlijk. Hey, lava. Dat heb ik wel nodig. Als ik zelf in de fik sta, dan moet ik het plussen. Ja. Alleen, ja, Daniel doet eigenlijk in paniek. En ja, die dan, oh nee, wat moet ik doen? Die weet dan niet meer wat hij moet doen. En dan gaat hij dood. Zo gaat het altijd, hè? Heb ik ook nog iets van armor? Jongens, heb ik wel nodig? Misschien, hallo? Zijn we nog met 3? We zijn nog met 3. Hey, stuff. Armor, lekker. Oké, we zijn nog... er is eentje dood. Jongens, hebben we nog oh. Ja, ze laten mij hier gewoon sterven. Jahoe. Lekker, jongens. Hebben we nog spullen? Hebben we nog spullen? Hebben we nog spullen? Armor, armor. Jongens, armor. Armor. Help me even. Ja, goed zo. Dank je. Heeft iemand van jullie twee nog stuff? Boots of zo? Jullie smijten de bol niet weg, hoor. Ik heb tenminste een zwaard. Zwaardje. Nee, ik heb een beter zwaard. Schoentjes? Hey, maat, beter. Oké. Okay. Zijn we met z'n drieën? Oké. Okay. Let's go. Leeg. Hey, schoentjes. Lekker. Beter dan niks, hè? Oep. Heb ik nog gedropt? Nee, laat maar. Ik loop een beetje achter. Sorry, jongens. Sorry. Hey, dat zijn betere schoentjes. Beter. Dus één van ons twee is dood. Oh nee. Kom dan. Wat gaan we doen? Ja, had je niet verwacht, hè? Had je niet verwacht, hè? Kom maar. Haha. Dus dat was het laatste potje. Ik heb tenminste een kill, hè. Dat is mooi. Nou, hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Laat dan even een duimpje omhoog achter. Willen jullie nou meer minigames? Of willen jullie nou iets anders zien van Minecraft? Of een ander spel? Laat dat weten in de reacties. Laten we maar zeggen dat ik een soort frisse start neem van het nieuwe jaar. Laat een like achter. Abonneer even hieronder. Een mooi rood knopje. Meteen even dat belletje aantikken. En ja, dan zie ik jullie bij een nieuwe video later.